dankjewel. En nog eventjes over het onderzoek. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk deel van de universiteit. De onderzoeken. Ligt dat allemaal nou helemaal nee, stil? Nee, zeker niet. Heel veel onderzoek kan natuurlijk thuis wat, doen. Maar wat onderzoek kun je niet wat doen? Je in de lab moet doen. En waar je met meer mensen moet zijn. Onderzoek waar je veldwerk doet. En bijvoorbeeld mensen moet enquêteren. Dus zeg maar het empirische onderzoek. Dat niet allemaal kan niet doorgaan, zeker niet. Maar een deel zijn we nu aan het inventariseren. Ja, wat kan nu niet meer, of wat wij dan noemen met humane proefpersonen. Dat is ook een categorie die ingewikkeld wordt, ook omdat je het ziekenhuis niet wilt belasten. Dus daar zijn alle, ja, dat wordt de komende weken allemaal geïnventariseerd. Maar het is niet business as usual in de onderzoekstak. Nee. Zeker niet. Heb je al een idee wat de schade nou is voor het UWM? Nee, maar die gaat echt enorm zijn. Ja, en in welke zin dan? Is dat dan met name financieel? Of is dat... Financieel, als we in een situatie komen dat we op een gegeven moment toch niet kunnen garanderen dat studenten hun diploma halen in dit jaar, dan krijg je een situatie dat het doorgaat in het volgende academisch jaar. Ja, dat gaat allerlei kosten met zich meebrengen. Ja, daar zullen we ook met het ministerie van Onderwijs over moeten praten. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we studenten daarin kunnen... Ja, jullie zijn niet de enige waarschijnlijk. Nee, dat is de hele sector. En dat is ook Europees. Ja. Uiteindelijk is dit natuurlijk... Nee, dat bedoel ik. Dus dat wordt een enorme strop dan. Ja. Ik denk dat geen één sector hier, misschien de levensmiddelen, de supermarktketens, maar voor de rest zie ik weinig sectoren die hier zonder schade uitkomen. Maar ga je dan uit van miljoenen of waar ga je vanuit? Ja. Voor jullie? Ja, bijvoorbeeld de promotie, de verdedigingen van de promoties hebben we vandaag besloten om niet door te laten gaan in deze periode. Dat zijn diploma's waar ook financiën tegenover staan. Nou, als je die niet dit jaar ingepland krijgt, gaat dat echt heel veel geld kosten. Ja. Dus maar even een voorbeeld. Ja. Je bent natuurlijk rector magnificus, maar je bent ook moeder van jonge kinderen. En we zagen een tweetje van jou gisteren langskomen. Er was natuurlijk een persconferentie geweest waar extra maatregelen werden meegedeeld. En je hebt zelf ook een persconferentie gehad thuis. En daar zie ik geen iPad, geen gamen, wel boekenlijst, wel wandelen. Niet op de telefoon kijken. Is een gezellig bij jullie thuis. Ja. Nee, ik heb een puber van 13 en een dochter van 8. En vooral die puber die had zoiets van, wow, we hebben vakantie. Dit is echt geweldig. Die zat ook echt te wachten op het nieuws uit Den Haag. Toen heb ik hem toch maar even uit die droom geholpen van, ja, maar we gaan echt niet 3 weken als een zombie zitten gamen hier. Dus we gaan een rooster maken en we gaan naar buiten en we gaan wandelen. En toen heb ik een beetje ludiek gezegd, we gaan even een persconferentie hier thuis doen. Hij was het overal mee oneens. En zei uiteindelijk, school is beter dan hier met jou te moeten. Ja. En hij was ook blij dat ik vanmorgen naar Maastricht reed. Ja. En hoop dat ik heel de week hier ben. Waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. Oké, dankjewel voor je komst en veel succes de komende weken.